opstappen. Een van de deelnemers aan de fietsvalpreventie is Gemma Wessel uit Mook. Ze heeft al de nodige kleine ongelukken meegemaakt. Nou ja, ik ben een paar keer gevallen, maar ik ben nog steeds gunstig gevallen. Met een paar verwondingen, maar nou ja, hè, op een grindpad, op een zandpad of op een knooppuntenroute dat je niet goed de knooppunten niet goed ziet of zo. Of dat je ineens zegt van, oh, ik moet rechtsaf. Te snel. Hup, onderuit. Slaan we de hoepel even over. De ouderen zijn kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer. En de cijfers laten dat helaas ook zien. En daarom dat de gemeente Mook en Middelaar hier de inwoners een gratis eerste training aanbiedt. Ja, om die fiets beter onder controle te krijgen, om jezelf beter onder controle te krijgen op zo'n redelijk zware e-bike. Ja, ik heb Parkinson, dus ik heb veel problemen met mijn balans. En ik wil toch graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Nou, ik voel me wat onzeker worden. Af en toe vooral bij het op- en afstappen van de fiets, het manoeuvreren, het bochtjes draaien. Dat is de leeftijd, denk ik. En daarom zocht ik wat steun bij zo'n cursus. Ja, om daar beter mee om te gaan, hoop ik. Rustig naar de overkant. Heel goed. Opstappen, afstappen, versmalt fietsen. Links omkijken, links afslaan. Dat soort oefeningen die zaten vandaag in de workshop, in de training, kwamen die terug. En dat is eigenlijk een klein onderdeel van wat wij tijdens ons trainingsprogramma doen. Waar we elke week een nieuw onderdeel pakken en daar dan intensief aandacht aan besteden. Rustig. Oh ja, het gaat wel beter. Er waren best weinig mensen hier vandaag. Zouden er veel meer moeten zijn, of niet? Ja, ik had van mijn clubje nog wel verschillende mensen verwacht. Maar die waren er niet. Het zou hard nodig zijn dat er meer mensen dit zouden volgen, of niet? Ja, nou ja, daar kan ik eigenlijk niet over oordelen. Zij zitten nou lekker in het zonnetje en ik niet. Toch proberen steeds meer gemeenten senioren te overtuigen van het nut van deze oefeningen. Een doelgroep waarbij vaak de angst bestaat dat ze te oud zijn om nog iets te leren. Die mensen die fietsen al hun hele leven lang, wat ik zo hoor. En dan moeten ze ineens nieuw gedrag gaan aanleren, wat de veilige manier is. En dat is heel lastig om dat in het systeem te krijgen. Vooral tijdens zo'n training is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar daarom besteden wij heel veel aandacht aan herhaling en elke week het terug laten komen. En ook ze thuis laten oefenen. Ik vond het wel voor mezelf een beetje zwaar. Maar ik heb wel, dat moet ik wel zeggen, ik heb wel een aantal dingen van opgestoken. Dus dat vind ik wel heel positief. Ik ga het nu allemaal in de praktijk brengen. Dus dat zal het moeten uitwijzen of ik inderdaad wat meer me zekerder ben gaan voelen. Maar ik denk dat het ook nog wel enige oefening vergt. Wat heeft u nu geleerd? Dat ik niet moet denken dat ik het allemaal wel kan. Toch? Dat was de belangrijkste les voor u? Ja, wel. Je moet je gedrag kunnen aanpassen. En dat is best moeilijk. Dat zie ik ook hier in de groep. Mensen zijn nou eenmaal gewend om te fietsen zoals ze dat jaren hebben gedaan. Maar je moet een overstap maken. Daar leer je dan wat van. Kijk, je hebt de remmen goed onder controle, hè?